In Eritrea gaat het nu erg slecht. Er zijn overal spionnen en je kan niet zeggen wat je denkt. Mijn broer moest het leger in. Daarom gingen we vluchten. We liepen door de woestijn naar Soedan. Daarna gingen we met een bus naar Libië. Daar betaalden we veel geld om mee te mogen op een boot naar Italië. Je kan ook gevaar lopen door oorlog. Of vanwege je geloof. Of omdat je bij een bepaalde groep hoort. Of omdat je een mening hebt waar een ander het niet mee eens is. In Nederland besluit de IND of je bescherming nodig hebt. Als we niet kunnen laten zien dat we in ons eigen land in gevaar zijn, dan krijgen we geen asiel. Ik ben Rahim en ik kom uit Irak. In een AZC woon je vaak met de hele familie in één kamer. Je hebt meestal geen eigen wc en geen eigen keuken. Als je iets wilt weten over het leven in Nederland, kun je naar het kantoor van Vluchtelingenwerk gaan. In Syrië was het fijn, maar toen kwam er oorlog. Als het veilig is in Syrië, gaan we weer terug. Kom, we gaan naar binnen, tv kijken.